Is het verdwijnen van de hoofdtelefoonuitgang op de iPhone 7 nu echt een ramp? Elk jaar opnieuw stelt Apple in september een nieuwe iPhone voor. Ja, dat is gewoon traditie. Maar dit jaar was er eigenlijk best wel veel over te doen en dat heeft allemaal te maken met het verdwijnen van die hoofdtelefoonuitgang. We hebben hier de iPhone 6S en die heeft hem nog hier van onder. Maar bij het volgende model heb je dus alleen een Lightning connector onderaan. Dat zorgde natuurlijk voor heel veel discussie op Twitter en op alle mogelijke social media, want heel veel mensen ervaren dat toch wel als een enorm verlies. Wat met de hoofdtelefoon waar nog zo'n klassieke jack op staat zoals dit. Nu, op zich is het een hele gedurfde stap van Apple om dit te doen. En het lijkt wel ingegeven door designmotieven, namelijk dat ze een compacter toestel kunnen maken. Maar eigenlijk vanuit het standpunt van een muziekliefhebber, van een audiofiel, valt er wel iets voor te zeggen. Maar welke mogelijkheden heb je nu bij die nieuwe iPhone om nog naar muziek te luisteren? Iets dat heel, heel veel mensen doen. Wel, je hebt in wezen vier mogelijke opties. De optie die Apple heel graag aanreikt is Bluetooth. Zo, hier een bestaande Bluetooth-hoofdtelefoon van Sony. Ja, die werkt perfect met de nieuwe iPhone, net zoals met de vorige modellen. Nu, Bluetooth heeft een aantal voordelen. Vanuit een audiofiel standpunt wordt er vaak op neergekeken, want onvermijdelijk wordt alle muziek gecomprimeerd als het draadloos verstuurd wordt. De tweede optie die Apple aanreikt is werken met een hoofdtelefoon met een Lightning connector. Nu, zoveel hoofdtelefoons met een Lightning connector zijn er nog niet. Een viertal, onder andere bij Philips, ook bij Onkyo zijn er zo. En Apple heeft zelf via Beats net een aantal nieuwe modellen aangekondigd. Nu, een hoofdtelefoon met een Lightning connector is eigenlijk technisch best wel interessant. Omdat als je werkt met een Lightning connector, wordt de audio digitaal uitgelezen vanuit de iPhone. Dat betekent dus dat die hoofdtelefoon met een Lightning connector een DAC en een versterker heeft ingebouwd. Net zoals een Bluetooth hoofdtelefoon. Vanuit een kwaliteitsstandpunt is dat best interessant, want de audio die wordt doorgestuurd over die Lightning kabel is niet gecomprimeerd. Dat is nog aan een vlak kwaliteit, dus min of meer CD-kwaliteit. Je eindigt dus in principe met een heel goed resultaat, vooral als die DAC en die hoofdtelefoonversterker door de hoofdtelefoonfabrikant is afgestemd op de drivers. Met de hoofdtelefoonuitgang heb je die afstemming niet altijd, waardoor dat je met een doorsnee smartphone of een oude iPhone niet gegarandeerd het beste geluid hebt. Je hebt dan nog een derde optie, en toegegeven dat is wel een soort niche-oplossing. En dat is werken met een DAC zoals deze Cord Mojo, of hier hebben we er eentje van Sony die heel wat goedkoper is. Je sluit die ook via Lightning aan, maar je sluit dan je klassieke hoofdtelefoon hierop aan. Nu, is het praktisch? Ja, niet helemaal. Je sleurt altijd wel een extra kastje mee. Deze Cord Mojo is ook niet bepaald licht. Dit valt wel beter mee. Maar het resultaat is best wel goed. Als je zoekt naar meer audiofiele ervaring onderweg, dan is een combinatie met een externe DAC en een goede hoofdtelefoon eigenlijk echt wel subliem. Maar hoe zit het nu met je bestaande hoofdtelefoon met zo'n jack en je hebt geen zin om zo'n DAC mee te nemen? Ja, uiteindelijk zit er in de doos bij de iPhone nog altijd een adapter. Echt elegant is dit niet. Altijd extra kabeltjes, niet handig. Het is niet extreem lang. Maar uiteindelijk werkt het wel. Dus je oude hoofdtelefoon moet je niet weggooien. Het werkt perfect met die iPhone 7. In die zin is heel die controverse over het verdwijnen van de hoofdtelefoonuitgang wel een beetje overdreven. Je eindigt met een toestel dat nog altijd een heel aantal opties aanbiedt en zelfs de deur opent naar een veel betere geluidservaring. De vraag is natuurlijk, hoeveel mensen willen werken met een externe DAC of willen investeren in zo'n Lightning hoofdtelefoon?